niet graag. Ja, dat is een korte. En dat is een korte om aan te geven dat dit verhaal een lange voorgeschiedenis heeft. Een hele lange voorgeschiedenis. Er is erg lang over, ik noem dat rustig, gesteggeld over arbodienstverlening. En dus niet in het minst is de kat de bel aangebonden vanuit de FNV. Nog niet zo lang geleden hadden we een enorme meldlijn rond het verzuimbureau verzuimreductie. Dat is nog op, was het Semla of Nova een paar keer geweest. Gea Lotterman was daar een beroemde naam in. Een zogenaamde arbodienst die alle regels van privacy en gegevensbescherming met voeten trad. En die meldlijn leverde op dat verzuimreductie niet de enige was, maar dat dit veel vaker voorkwam. Iets anders is dat de FNV bij de Internationale Arbeidsorganisatie een procedure heeft aangespannen omdat er te weinig arbeidsinspecteurs waren. En tot slot heeft de FNV ergens in 2011 uit hun hoofd ook nog eens een keer een uitgebreide enquête over dat hele verhaal van arbodienstverlening gehouden onder werknemers. Nou, die lange voorgeschiedenis heb ik in een tijdlijn neergezet. Want eigenlijk is die bijna al in de gang van het begin van de Arbo-wet. En ik doe dat stukje geschiedenis er heel expres bij. 1983. De meeste van ons waren toen al de korte broek ontgroeid. Hè? Want we zitten hier in een uitzondering daar gelaten. Populatie op leeftijd. Dankjewel. De Arbo-wet is in fases ingevoerd. Daar hebben ze uit mijn hoofd zo'n 7 jaar over gedaan. En daar zat al een stukje arbodienstverlening in. Namelijk bedrijfsgezondheidsdiensten en bedrijfsveiligheidsdiensten. En die waren alleen verplicht voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. En dan moesten ze ook nog tot bepaalde hoogrisicocategorieën behoren of in de havens liggen en dergelijke meer. Dus heel veel bedrijven hadden geen arbodienst, althans niet verplicht. Dat is in de periode 94-98 veranderd. Toen zijn er een paar dingen tegelijk gebeurd. Ik begin van onder. De arbodienst werd op dat moment verplicht in feite voor alle bedrijven. Dat was wat ik noem de arbodienst oude stijl, waarbij een bedrijf een contract moest afsluiten rondom een aantal taken, zoals de risico-inventarisatie, etc. En zo'n arbodienst die moest een bedrijfsarts hebben, die moest een veiligheidskundige hebben, die moest een arbeidshygiënist hebben voor lawaai en gevaarlijke stoffen en zo, en een arbeids- en organisatiespecialist voor de psychosociale arbeidsbelasting en het welzijn. Tegelijk kregen we te maken met marktwerking. Dat wil zeggen dat arbodiensten met elkaar moesten gaan concurreren op één markt. En met een enorm zwaar accent op verzuim. Dat was in de tijd dat premier Lubbers riep: Nederland is ziek. En dus moest verzuim in de arbowet. Goed bedoeld, ik stond er zelf in die tijd volmondig achter. Ik ben van mening dat dat niet helemaal goed heeft uitgepakt. Want het resultaat van die drie dingen is dat wij daarna weliswaar arbodiensten hebben gezien waar iedereen bij was. Maar dat werden in toenemende mate diensten die vooral gericht waren op verzuim. En als je kijkt wat voor markt dat was, ik noem dat een vechtmarkt. Wie het goedkoopste kon aanbieden, die werd het. Want de werkgever koos gewoon de goedkoopste op het minimaalste van het minimale contract. Dus in plaats van concurrentie op kwaliteit, werd het concurrentie op kosten. Dat is toen ingevoerd. Een heel bewuste filosofie, marktwerking, die werd ook gekoppeld, dat is wel grappig, aan het woord deregulering. Mooi synoniem is ontregelen, dat geeft ook beter weer waar het om gaat. Bij de Arbo-wet is daar eigenlijk een soort proefkonijn voor geweest. In de jaren 80, toen dat allemaal opkwam, was de Arbo-wet een van de eerste slachtoffers daarvan. En ging men echt kijken van, nou, hoe kunnen we de marktwerking invoeren en hoe kunnen we dereguleren? Nou, die marktwerking is ingevoerd met het gevolg van die op kosten gestuurde vechtmarkt. En de deregulering, het resultaat, laat ik het positief stellen, is dat we tot 1994 of 98, ik ben de jaren niet helemaal scherp meer, hadden wij te maken met schrik niet ruim 40 algemene maatregelen van bestuur, die nu in één arbo-besluit bij elkaar zijn gevoegd. En we hadden ook tientallen ministeriële regelingen en die zijn nu allemaal samengebracht in één arbo-regeling. Nou, dat is een stukje overzichtelijker, dat is winst.
Als je verder kijkt naar de Arbo-wet, het Arbo-besluit en de Arbo-regeling, dan zul je zien dat in al die dereguleringsjaren de Arbo-wet er voor mijn gevoel eerder ingewikkelder dan eenvoudiger op is geworden. Niet geslaagd, die operatie. Volgende jaar in de tijdlijn is 2005. Toen kregen werkgevers, die vonden het allemaal niks, die Arbo-diensten. Want dat was eigenlijk nog allemaal veel te duur en dat was allemaal nergens voor nodig en niet zo nuttig. En het ging toch alleen maar om verzuimbeleid, dus afijn, allemaal lastig. Dus dacht de toenmalige staatssecretaris, ik geloof dat dat in die tijd, was dat Van Hoofd nog? Nee, in 2005 was dat geloof ik Ene Rutte, die dat onder andere deed, een maatwerkregeling in te voeren. En dat betekent dat als jij het eens was met je ondernemingsraad, dan hoef je niet meer verplicht naar die Arbo-dienst toe, dan kon je te raden gaan bij een erkende bedrijfsarts en verder op maat inhuren wat je nodig had. Het gevolg, voor mijn mening, is dat de bedrijfsarts, die was al heel erg vooruit in de Arbo-dienst, dat hij nog steeds verder, dat hij helemaal boven kan drijven en dat die andere kerndeskundigen langzaam maar zeker buiten beeld verdwenen. De veiligheidskundigen, de arbeidshygiënist, et cetera, ze werden eigenlijk door dit soort dingen steeds meer naar de achtergrond gedrongen. Wat er ook opkwam in 2005, werd teruggefloten door Europa, was de preventiemedewerker. Want Europa zei, jullie organiseren je arbo-dienstverlening buiten het bedrijf. Dat is niet de bedoeling, je moet het binnen het bedrijf doen. En toen kwam de preventiemedewerker. Nou, er werden wat algemeenheden over geroepen wat de preventiemedewerker moest doen. Dat was eigenlijk flink deel van de taken van de arbo-dienst. En het rare wat toen ontstond, is dat, terwijl de Arbo-dienst, die moest een risico-inventarisatie doen, die moest een plan van aanpak maken, et cetera, et cetera. En daar hadden ze dus gecertificeerde, hoogopgeleide deskundigen voor. En een flink deel daarvan ging naar de preventiemedewerker en er werden geen deskundigheidseisen aangesteld. Dus sinds het interview met Wim zit het in tussen mijn oren gegrift de term handige Harry. Want in veel gevallen werd handige Harry de preventiemedewerker. En handige Harry was in de meeste gevallen iemand, ja, nou ja, wat moeten we met Kees? Hij heeft eigenlijk niet zoveel om handen, hij loopt naar zijn pensioen. Weet je wat? Preventiemedewerker. Stempel erop, hollen maar. 2007, dat is de laatste wetswijziging. Voor wat betreft arbo-dienstverlening was het gevolg dat het open spreekuur, het arbeidsomstandigheden spreekuur, uit de wet verdween. Dat was bodder. En die hele periode lang is er discussie geweest over de positie van de arbo-dienst en de bedrijfsarts. Dus niet alleen sinds 2007, maar ook al voor die tijd. Ik heb als pensioneerde ga je wel eens op de zolderkamer en dan zie je al die oude bestofte boekjes. En dan haal je dan ineens de brochures van de FNV uit 1989, 1990 uit. En wat staat daarin? Wij moeten erg opletten, want de bedrijfsarts en die veiligheidskundigen zijn niet onafhankelijk. Die werken in opdracht van de baas en die doen wat de baas, et cetera, et cetera. Bekend verhaal voor jullie, hè? Speelt dus al sinds 1989 die discussie. Nou, dat was de tijdlijn.